Goedenavond. Bent u er weer klaar voor thuis? Dan gaan we weer gezellig vanuit een plaatsje ergens in Nederland. Gaan we weer verbinding zoeken met het feestpaleis. Dat vrolijke feestpaleis dat nog steeds overeind staat, dat ziet u wel, hè? Of we deze uitzending overeind blijven, ja, dat moeten we maar afwachten, dat weet je nooit. Maar aan deze man zal het niet liggen. En Oorklep met die vrolijke, gezellige Oorklep. Kijk hem weer, leuk doen, hè? Enige man, hè? Leuk om daarmee samen te wonen. Deze man, daar moet je even niet aan denken, die zal ook deze uitzending weer proberen om vrolijke Oostenrijkse liedjes te zingen. Maar het zal hem niet lukken, want Trudy loopt in de weg. Oh, wat gaat dat weer langs die camera. Iedere keer gaat het me net goed, hè. De heer Lucas, de gooit ze weer achter elkaar naar binnen. Evenals de biljartetjes, maar die pieken ook nog een balletje tussendoor. En de dames Trui en Trace zorgen weer voor de belevenissen van deze week. Niemand uit huis. Fijn voor de buis, een avondje en Oorklep, zo blijft iedereen van huis. Zijn jullie vergulden? Ik was net bij de melkboer. Die zegt tegen mij... Doe alsjeblieft die televisie even uit. Ik ben bezig met serieuze zaken. Oh, je kunt er zelf ook uitzetten. Dat ding ligt op je bureau. Doe dat nou even voor mij. Ja, ja, ja. Ach, wat leuk. Maak me wat wijs. Ik probeer u kennis te laten maken. Klep, doe nou die televisie helemaal uit. Oké, oké. Zag haar heen. Zo. Zeg even wat er gebeurt. Die lamp reageert op die afstandsbediening. Kijk dan. Die lamp die reageert. Mag alsjeblieft dat licht weer aan. Dat is toch leuk? Tada! Leuk of niet? Leuk. Radio, let op. De volk, oh en lamp. Hallo, Mieke. Hallo, wat heb je aan? Uit. Oké. En als jij je soms loopt te vervelen, maak je nuttig en laat dan eens even de kat uit. De kat uit, welk nummer is dat? Papa. En niet van dak af! Dat ging snel. Ja, ik ben met belangrijke zaken bezig, dat zeg ik je. We hebben vanavond een Chinees avond in het restaurant. Oh, een Chinees? Oh, ik zag beneden al zo'n rare Chinees rondlopen. Rare Chinees, dat is een beroemde over uit Peking. Werkelijk? Lei Hangwang. Hi? Lei Hangwang. Hoe is met zijn moeder? Weet ik veel, maar die man is geweldig. Vanavond Chinese avond, volgende maand misschien een Italiaanse avond. En over 2 maanden, let op, komt er een Weense avond. En dan gaat ze, een Weenseliedje. Nee, alsjeblieft, geen Weense avond. Nee, doe nou geen... Doe nou geen Weense avond. Ho nou, wat zit die? Sta. Alsjeblieft, geen Weense avond. Waar ik voor kom. Waar ik voor kom. Vertel. Wie is volgens u de slechtste zakenman ter wereld? Nou, klaar, dat weten we, dat ben jij. Voilà! Maar, hoe denk je over iemand die 50 gulden betaalt voor iets wat meer dan 5000 gulden waard is? Hé, daar herken ik mezelf een beetje in, ja. Hier staat hij. Hoe bedoel je? Uw evenbeeld. Hoezo? Uw evenbeeld. Ik heb vanmiddag een schilderij gekocht, dat is meer dan 5000 gulden waard. Heb ik 50 gulden voor betaald, hoeveel? Oh, ja. Is dat wat of is dat niet wat? Ja, dat is wel interessant. Van wie is die? Van mij? Ik heb hem vanmiddag gekocht. Nee, ik bedoel, wie heb hem geschilderd? Aha. De beroemde Gerard Haverkamp. Ja, ja, val even in verbazing. Een van de grote meesters van de Hollandse school, Gerard Haverkamp. Spijt me heel erg, maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Heb ik nooit van gehoord, nee, Gerard Haverkamp. Nou, oké, laat eens even kijken dan. Ik wil hem wel zien. Natuurlijk, voor de natuurlijk. Zegt het dan? Aanschouw, aanschouw wat reeds duizenden museumbezoekers voor u aanschouwden. Tada! Ja, je hebt hem nou wel op zijn kop, hè? Oeh. Ja, dan komt hij een beetje last van lage bloeddruk. Gaat dit ook? Nou ja, ik moet zeggen, het is wel aardig. Het is wel aardig? Ja. Het is wel aardig? Kijk nou eens naar die kleuren, kijk naar die penseelvoering. Wel aardig? Het heeft wel iets. Het heeft wel iets, een echte Haverkamp. Nou oké, we praten niet langer, ik geef je er 500 gulden voor. 500 gulden. Goedenavond. Klep, laatste bod, 1000 piek. Bedankt voor het praten. Wees nou verstandig, jongen. Je hebt 50 gulden betaald. Je krijgt van mij 1000 gulden. 1000 gulden voor een echte Haverkamp. Dat is toch een peulenschil? Wat is dat 1000 gulden? Hoe oud is dat schilderij eigenlijk? Hoe oud is het? Het is bijna net zo oud als u. Meer dan 100 jaar. Hey, wacht eens even. Ik kijk naar die signatuur, naar die handtekening. Kijk je daar klopt iets niet. Dat klopt kijk niet. Kijk even. Nou, daar staat Haverkamp. Maar het is geen Haverkamp. Nee? Er staat wat anders. Rembrandt. Rembrandt? Ja. Zonde van mijn 50 gulden. Jammer. Wij hebben thuis pas een nieuwe televisie gekocht.
Met een nieuw aanbetalingssysteem. Wat is dat voor een aanbetalingssysteem dan? 100% ineens. En dan verder geen maandelijkse aflossingen meer. Zo, dat is handig. Dat ook wel. Nou, we het er toch over hebben. Waarover? Ik wou dat ik geld genoeg had om een olifant te kopen. Maar wat moet je nou met een olifant? Nee, ik hoef geen olifant te hebben. Ik wou dat ik het geld ervoor had. Mijn broer heeft pas een hoop geld gekregen. Wat een leuk bericht. Ja, hij heeft een juwelierszaak geopend in de Stationstraat. Zo, met een flinke hypotheek zeker? Nee, met een breekijzer. Laten we maar mee ophouden. Hé, kijk eens wie we daar hebben. Pieter van Dam, wat leuk zeg. Ik heb je tijden niet meer gezien. Er is iets aan je veranderd. Ja, ja, jij bent wel 10 kilo aangekomen. Nee, je hebt je haar veranderd. Dat is het. Nee, je hebt je kleding helemaal veranderd. Vlotter dan vroeger. Oh, nou. Veel beter. Pietertje van Dam. Ja, maar dat... Maar wat is er nou toch zo in je veranderd? Maar beste man, ik ben Peter van Dam helemaal niet. Ah, juist. Dus dat is het. Je hebt je naam veranderd. Knap dat ze dat zo onder water kunnen filmen, hè? Dan kan ik nou niet met Pitty bij, hè? Al mijn vakantiefoto's, die vallen in het water. Oh, kijk, hij komt omhoog. Ja, ja. Richten we verkeerd? Oh, dat geeft niet. Op onze plaatsen. Meneer Lucas. Hè? Zo moet dat. Ja, mooie kunst. Ik heb ze eerst de hele tijd moeten maken. Mijn vrouw begrijpt me niet. De mijne begrijpt me ook niet. Ja, kijk eens, Lucas, het wordt wel tijd dat je eens afrekent. Hey, wacht eens. Je vader heb ik geloof een minuut of 10 geleden gebeld. Je vader, ja, die komt hier naar het feestpaleis. Komt hij hier naartoe? Ja. Die oude versierde? Nou, dan zorg ik dat ik weg ben. Oh ja? Even grondig scheren, schone pantalon. Zal ik mij flamberen met de hoogte zon. Druppie af de zeef. Zo ben ik weer knap. Zakkie met mijn oude, ik ga op stap. Mag ik assistentie in de ganzenpas? Opa gaat u uit, hier is uw goeie tas. Opa, u hebt roos. Meid, ik word kaal. Moet u een toepet? Ze ben je helemaal. Deze jongen gaat het maken. Deze jongen gaat het maken. Vanavond naar de stad. Gaat vanavond naar de stad. Ja, als ik hier nog lang sta, spreken ze me nog aan. Je kan niet in je eentje voor een kroeg gaan staan. Ik had wat moeten eten, heb ik niet aan gedacht. Hij hoeft het niet te weten dat ik heel lang wacht. Oh, sta je hier al? Nee, ik kom net aan. Zeg, zullen we wel gaan wandelen of we naar binnen gaan? Nou. Ik wou zelf wat happen hier in het café. Oh, ik heb geen honger, maar ik doe wel mee. Nee. Ik ben dus vrij goed. Als je straks iets mee gaat, leer ik hoe dat moet. Het is een leuke hobby als je het goed kan.
meeste meisjes die je kent houden er niet van. Hij heeft leuke ogen, zij zijn grijs of groen. Als hij me gedag zegt, geef ik nog geen zoen. Ik moet een beetje wachten tot ik hem goed ken. Anders denkt hij dat ik een god weet wat ben. Ja, deze jongen gaat het maken. Is vanavond in de stad. Oh, deze jongen gaat het maken. Zonder de haken vriest het wat. Ja, deze jongen kent de vrouw. En ze eten het strand. Want deze jongen die kan bouwen. Oh, wat mooi en je nu. Mevrouw, wat mag het zijn? Doe die maar wel een lekkere pils, grote kouwe, jokkelen jongens. Hoe moet jij? Oh, en mij maar een glaasje water. En een glaasje water. Maar mevrouw, wat zou u zeggen van een lekkere cocktail van het huis? Nee, doet u mij maar een glaasje water. Tuurlijk. En wat vindt u van een lekkere sherry of een vermoed? Hallo, mankeren we wat? Ze vragen een glaasje water, ja. Goed. Zo tijdelijk. Moeten er blokjes ijs in? Moeten de morgen zijn? Natuurlijk niet. Dan kon de gebit er nog niet meer bij. Hij gleed er wel weer in, hè, Treu? Oh, ik vind het zo'n lekkere rakker. Ik ben van de week nog even bij de dokter geweest. Voor mijn jaarlijkse controlebeurt, zal ik maar zeggen. O ja, vertel. Ja. Oh, ik heb zo'n leuke dokter, hè. Ja? Die geeft altijd zegeltjes. Zegeltjes? Ja. Ik hoef dan nog meer 3 keer ziek te worden, dan heb ik een ijskast. Dat is niet waar. Het is waar, hè? Het is waar. Zeg mij, hoe vind je mijn nieuwe sigarettenpijpje? Hoe kom je daar nou weer aan? Heb ik gewonnen bij zo'n kleine gezellige quiz. Ah, heb je met een quiz meegedaan? Ja, dat doet me denken aan Mies. Wie is Mies? Mies Bouwman, weet je wel, van Met een Dat en Zo. Oh, Mies van de televisie. Ja, oh, ja. Kijk, die ziet er zo goed uit. Is zo. Ja, die heeft een speciaal dieet gevolgd. Mies? Jawel, en die is in tijd van 1 week teruggegaan van maat 40 naar maatje 38. Ongelooflijk, van 40 naar 38? Ja. Wat een klap. Ja, en dan heb ik het alleen nog maar over de schoenen. Oh, het is ja. Nou, mijn man had gisteravond weer wat. Vertel. Je hebt 2 gebroken vingers opgelopen toen hij uit de kroeg kwam. Is het eerlijk? Wat is er gebeurd? Iemand trapt op zijn handen. Gevierend, hè? Nou, maar toch in fatsoen, hoor, die kerel van mij. Die kan zich nou nergens gedragen, hè? Nee. Zit ik gewoon met hem op een verjaardag, ja? Van de week nog? Hm? Neem hem een kopje thee, dan zit hij zo overdreven met die pink omhoog. Maar dat is toch juist chic? Ja, maar niet met de theezakje eraan. Ach, nee. Zo praat over een vriend. Mag ik een kopje koffie voor een psychiater boven? En doe er gelijk een cognac bij. Ja, ogenblikje, Goedemorgen. Ah, goedemorgen, goedemorgen. Ik zie u zit daar weer. Ja. Hoe is het met u? Uitstekend. Hoe is het met u? Dank u zeer, heel goed. Mooi. Ik kijk even deze paparazzen na, dan ben ik zo tot uw beschikking, ja? Dat zou ik maar niet doen als ik u was, meneer Kramer. En waarom niet, als ik vragen mag? Dit is namelijk mijn spreekkamer. Ja, nu moeten wij toch eens even rustig praten, Kramer. Kijk, wat u zelf niet weet, is dat u leidt aan een persoonlijkheidstrauma, hè? Ach zo. Ja, kijk, ik ben de psychiater, maar u bent de patiënt. Hè? Ik ben dokter Kinsbergen. Ja. Dokter Kinsbergen, ja, ja. Mooi. Ja, toen ik u voor het eerst ontmoette, dacht ik dat het allemaal nog wel mee zou vallen, maar bij nader inzien is de hele zaak toch moeilijker dan ik dacht. Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw voeten van mijn bureau af te halen? Aha, u geeft het toe. Wat geef ik toe? Dat mijn voeten zijn. Ja, de zaak is toch veel ernstiger dan ik gedacht had, hè? Dat vind ik ook, meneer Kramer. Ja, wilt u mij nou niet voortdurend meneer Kramer noemen, hè? Mijn naam is Kinsbergen. Dokter Kinsbergen, hè? Ik heb hier de diploma's toch liggen, hier
Kijk u zelf even, dokter Kinsbergen. Dokter Kinsbergen. Dokter Kinsbergen. En zo kan ik nog wel doorgaan. Dokter Kinsbergen. Het ziet er allemaal heel indrukwekkend uit, beste kerel, maar het zegt niets. Dan moet u eens goed naar me luisteren, meneer Kramer. Ik heb geprobeerd om u van uw neurotische problemen af te helpen. Ik heb u geprobeerd om van uw nerveuze spanningen af te helpen. En ik als psychiater moet tegen u zeggen... Dames en heren, de Nolan-sisters. Nu moet ik dus als psychiater tegen u zeggen... en ik hoop dat u dat met me eens bent... nu moet ik dus echt als psychiater tegenover patiënt, niet waar, wat u er denkt bent, moet ik toch echt tegen u vliegen? Wat heb ik een vlieger om mij heen? Haal die vlieger van mij weg. Ik word opgegeten door de vlieger. Haal die vlieger van mij weg. Ik zit onder de vlieger. Wat is... Zo, kijk je maar. Ze zijn al weg. Dat ik dus als psychiater tegenover patiënt mijn geduld nu toch wel met u begin te verliezen, meneer Kramer. Kijk eens, meneer Kramer, er is een theorie die zegt dat men een persoonlijkheidstrauma kan genezen door middel van een shock-effect. Miguel! Smeerlap dat je bent. Wat durft u mij smeerlap te noemen? U bent niet eens dokter. Ik ben geen dokter. Nee. Ik ben geen dokter. Absoluut niet. Zuster! Zuster. Zuster, ik ga nu lunchen en als ik dadelijk terugkom in mijn spreekkamer, dan wil ik dat dat verdwenen is en ik wil dat ook nooit meer terugzien. Ja, zuster, ik ben nu bijna een half jaar met deze man bezig, maar ik zie nog geen enkele vooruitgang. Nee, hij gedraagt zich bijzonder vreemd, mag ik wel zeggen. Ik denk dat u beter geen afspraken meer met hem moet maken. Dat denk ik ook, zuster. Zijn er overigens nog meer patiënten? Nee, u bent de laatste, meneer Kramer. Nee, jij hebt al een glas. Moet je er nog een? Nou, graag, drie. Alsjeblieft. Diane staat niet meer op het menu. Ik heb hele droeve buien, maar ze bijten net aan uien. Diane. Jij trok op een zondagmiddag met de zwaluwen naar het zuien. Diane. Ik denk vaak met iets van pijn, in welke wijnstreek zou je zijn, als ik weer een flesje aanbreek voor fondue. Diane staat niet meer op mijn menu. Ach, de meeste huwelijksbootjes halen de haven niet. Vandaar de tranen die een kok vaak boven slavergiet. Slavergiet, slavergiet. Voor mijn mooie minestrone dop ik triest mijn eigen bonen. Ik kan uren zitten grienen bij het zien van gelatine. Ik heb vaak naar je gesnakt, boven een koude bal gehakt. Zonder jou is alles echt geen bal meer waard. Diane staat niet langer op de kaart. Diane. Ik ben helemaal van de kaart. Zeg, oma. Ja? Daar bivakkeert hier zo'n vlieg in de soep. Och jee, ik ga hem oplossen. Oplost. Ja. Ah, Trudy. Ja. Mag ik een wodka, een cognacje, een jenever, al dubbele rum in één glas? Willen u misschien een schijfje citroen in? Scheef een citroen. Als ik limonade wil hebben, dan zeg ik het wel, ja. De bliksem zal uit de hemel komen. De hemel zal open splijten met het geluid van donder.
Een zee van vuur zal op de aarde nederdalen. Rivieren zullen overstromen en bergen verzwelgen. Aardbevingen zorgen dat de aarde overspoeld wordt met zwavelvuur. Als jullie niet onmiddellijk stoppen met drinken. Hallo, mag ik even een vraagje stellen? Gebeurt dit alles voor of na sleuringstijd? Kom. Jammer. Wereldbal. Ik ben van de zomer naar Spanje geweest samen met mijn zuster Jannie, die getrouwd is met Bertus. Nou, die ken ik. Jij bedoelt die met die tatoeëringen en die gebroken neus? Die zus bedoel ik, ja. Die heeft nou pas een baby gekregen. Oh. Ik vind kinderen krijgen net zoiets als op de bus wachten. Eerst komt er een hele tijd niks. En dan komen er ineens drie tegelijk. Oh, op die manier. Zeg, hoeveel kinderen heb jij eigenlijk? Drie. En wat zijn het? Alle drie verschillend. Ach. Een jongen, een meisje en een dameskapper. Interessant. Jij bent hoor. Ja. Dan maak ik weer een piketanissie. Jongens, we zitten wel lekker zo bij elkaar, hè? Oh, ik ben blij dat ik jullie heb uitgenodigd voor deze gezellige avond. Ik vind het zo lief van je dat je op de buiten Nou, dat is hartstikke leuk. Tuurlijk. En dan, wij zijn toch ook de leukste meiden van kantoor, heb je dat zelf wel eens gezegd, Zeker weten. Nou, maar jij bent anders ook reuze populair, hoor. Dan ben ik geinig, hè. En altijd even vrolijk. Vrolijk, ja. Hij gaat ook altijd zo goed gekleed, hè? En zo snel. Zo snel, daar hebben we ervaring mee, hè? Tempo maken, hè? Meiden, ik ga eventjes het thuisfront informeren dat er niks aan de hand is. Ik bel even naar huis. Niks aan de hand. Ik maak er wel van. Ga je gauw terug. Nee, jongen, ik ben zo terug, hè? Ja. Hallo, met mij. Hallo? Oh, met jou. Met mij. Hallo, Anja. Ik heb wat problemen op de zaak. Zo. Ik moet overwerken. Alweer? Ben je nog op kantoor? Het is hier een gekkenhuis. De papieren liggen tot aan mijn knieën. Nou, dat is fijn. Mijn moeder is net hier. Is dat moeder hier? Wat zeg je? Is je moeder hier? Mijn moeder is hier, ja. Wat en nou jij niet thuis komt, gaan wij wel ergens wat eten. Nou... Nou, dat vinden wij leuk. Nee, dag! Maar doe dat. Hallo, Anja, doe dat. Anja! Hoi. Nou, is er overal geweest, jongens? Nee, nog niet. Trek is Chinees. Heer Trek is Chinees. Heeft dat komt goed uit. Er is vanavond hier een Chinees avond. Ja. Toevallig zien wij de geven wel weer. Dan hebben ze weer zes. Dan gaat hij vanzelf weg, jongens. Dat was haar dorpsgek of zo. Gewoon niet regen. Hebt u al een keuze kunnen maken? Wat zegt hij? Of je al een keuze hebt kunnen maken. Oh, nee, dat weet ik. Ik vind alles van jij wel leuk. Maar dat is niet van alle. Ik laat de lager zo eens lezen, hoor. Ik heb mij dat heel leuk. U begrijpt het verkeerd. Ik wil u adviseren een Chinese lijsttafel. Alles zo bij elkaar. Fuyong hai, chap choy, babi pang, hang lekker. Wat zegt hij nou? Nou, of je fuyong hai en chap choy, alles bij elkaar. Oh, waarom zeg je dat in je lees, natuurlijk. Wij willen die fuyong hai wel driemaal. Wijntje erbij. Legt u een kalafje. Ja, op een drafje graag, want we hebben honger. Wat hebben wij nou gehad? Hij heeft het net over die haai, dan heb ik hem mop over. Lijkt me zo vreselijk leuk, hou je van z'n alle kanten. Waarom hebben haaien zo'n hekel als sardientjes? Nou. Omdat ze het blikje zo moeilijk en open krijgen. Ik doe het zelf wel, ouwe. Heel goed, dank u wel. Ik ken hem ergens van, hij komt me bekend voor. Jongens, kijk eens.
Dat geluid is alweer, hè? Nou, dus wijn, gelijk op heel wat anders, maar die zon. Alsjeblieft, proost, hè? Op de gezelligheid. Goedenavond, dames. Hartelijk welkom. Wij willen graag iets eten. Maar natuurlijk lekker eten. Heb ik een leuke tafeltje voor u. Als u die mevrouw wil daar gaan zitten en deze mooie mevrouw hier wil gaan zitten, graag. Zo, alstublieft. Wil u misschien eerst iets drinken? Nou, een flesje witte wijn van het huis vinden wij wel lekker. Vindt u ook niet, man? Ja, dat heb ik wel verdiend. Mag dat ook een kalafje zijn? Ja hoor. Ja, goed, heel graag, dank u wel. Ja, jongens, wat gezellig, hè. Jongens, ik ga eventjes de handjes wassen, hè. Dat is wel even fris, dat is even lekker, hè. Dan heb ik dadelijk lekker frisse handen als ik, hè. Jongens, ik ga eventjes de handjes wassen, hè. Dus dan blijven zitten. Ik ga eventjes naar de handjes. Wat is er, juffrouw? Albert! Ja! Albert, ik dacht dat jij moest overwerken. Mijn vrouw. Jawel, maar ik had net even snel om even een hapje te doen hier. Ben jij alleen? Natuurlijk ben ik alleen, natuurlijk. Bij wie zou ik hier nou? Als je alleen bent, dan kan je bij ons aan tafel komen zitten. Ja, nou, ga dan zitten. Hier? Ja. Nou, dan ga ik liever daar zitten. Heb ik een leuke uitzicht, hè, om de kraam uit te spelen. Ja. Zo gezellig dat jullie er zijn. Zo, dames en heren. Zo, dan dat ook. Hey, meneer, wat vreemd. Zit u nou hier of zit u daar? Wat zegt u? Of je hier zit of dat je daar zit. Echt, de heer, dat zie je toch wel, dat ik hier zit. Maar ik zag u net daar zitten. Wat zegt hij nou? Hij zag je net daar zitten. Ik zit toch hier? Heb u een tweelingbroer? Ik begrijp die man niet. Of je een tweelingbroer hebt? Hoe kom je daarbij dat ik een tweelingbroer heb? Ik begrijp jou ook niet, hoor. Begrijp jou ook niet, hoor. Heeft u wel een keuze kunnen maken? Nou, ik vind de Chinese rijsttafel wel fijn. U ook niet, moeder? Ja, daar voel ik ook jij wel ook iets Albert. Voor. Voor mij twee muizen met bergschoenen. Pardon? Driemaal lijsttafel, heel graag. Komt in al de blauwe meneer. Hey, ik vind het zo leuk dat jullie toevallig hier ook binnen gelopen zijn. Mm. Hey, vind ik zo leuk, Sylvia, dat je dat wat gedaan zeg je dan? Hebt. Ik zeg zo leuk, zei ik dan. Ik hoorde Sylvia. Nee, zei ik Sylvia. Nee. Het klonk als Sylvia. Ja, ja, dat klonk het ook voor mij. Maar houd toch je geld dat het voor mij ook doet, Anja. Ik weet dat jij je heel vreemd gedraagt. Nee, nou kijk, dat komt zo. Zal ik even, hebben jullie al iets te drinken besteld? Zal we ik even... hebben een fles witte wijn besteld, maar die moet ook nog gebracht worden. Dan haal ik hem toch even lekker. Dan haal ik even lekker. Dan blijven jullie lekker zitten, niet bewegen en zeker niet die kant op lopen, ja? Hoe red ik dit? Hoe red ik? Meiden, ik heb problemen. Mijn schoonmoeder zit daar. En ik heb hier afgespringen. Ik zit helemaal de verkeerde tafel. Hier, meiden, ik was helemaal verkeerd. Wat bleef je nou? Ja, wat bleef je? Hele problemen daar. Ja, het eten wordt koud. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, grote problemen daar aan de andere kant. Met die grote droge korrel. Ja, dat ziet er lekker uit, hoor. Wat smaakt die, hè? Nou. Dit heb je ook nog niet gehad. Nou, gezellig is het, hè, jongens. Ik vind het lekker, hoor. Zo, wat een bonker. Nou, zit u wel hier? Wilt u de wijn hier of daar? Ik ken hem niet vallen. Zet het maar hier, hè, dan is het voor bal. Maar ik ga hier in de bal. Ik begrijp het niet meer. Nee, ik begrijp het ook niet meer. Wacht, voor een andere tafel die wijn, maar die zal ik er even heen brengen. Ja, dat is wel. Ben ik er even heen, dat is geen enkel probleem. Kijk, ik die wijn er wel even heen, hè. Kijk eens wie er is. Hey. Daar heb je hem. Ja, met de wijn, jongens. Ja. Zal ik lekker inschenken? Want die karaf is al half leeg. Natuurlijk. Ja. Oh, ben je toch ook een ontzettende klunt. We zitten een gat aan de bovenkant, dat kan ik ook niet aan. Wow. Maar wacht, gaan we nou. Jij gedraagt je schandalig. Ik gedraag me schandalig. Waar gaan we nou krijgen? Albert, daar zit je nou. Dat heb je zo gemist. Mag ik vragen wie dit dan wel zijn? Ja, twee jongens van het kantoor. Die Maar die altijd vriendschappelijk met elkaar om. Ja, dat komt zo. Het is mijn schoonmoeder. Weg met zijn schoonmoeder. Nou, ik zeg, wij wilden nog toevallig net opstappen. Wat jammer nou. En nog veel succes. Je bent jullie travestieten nummer, hè?
Zou jij mij dit even kunnen uitleggen? Nou, kijk, dat zit zo. Nou, even rustig. Ho, ho, zou jij me dat even uit kunnen leggen? Ja. Even dimmen, hè? Even rustig dimmen. Meneer, mag ik u vlaggen weg te gaan? U bederft hier de sfeer. Wat zegt hij nou? Je bederft hier de sfeer. Ik bederf hier de sfeer. Nee, nou wordt hij aan de lachen. Dan weet ze naar de lachen van u. Ik zal u dan uit. Ho, 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 ho. Ik ben het. Ach, Vela. Vela, het heeft tijd gekost, maar nu zijn wij eindelijk samen. Wat zeg je? Mensen, het is de hoogste tijd. We gaan sluiten. Beneef die pastoor in Maastricht is. En bij het minste geringste opsticht is. Die kan er niet bij dat een neef zoals hij af en toe ook een keertje een nicht heeft. Ja, er ligt maar droog. Dames en heren, voor de laatste keer. Maar, zoals het spreekwoord zegt. James last, but not Lisbeth list. Weer het feestpaleis. Voor de laatste maal een blik van buiten en een blik van binnen. Hij lijkt vrolijk, deze man, deze heb oorklep, maar ook van binnen knaagt het bij hem. Want ook voor hem is het de laatste keer dat hij mag ronddartelen op deze buis. En ach, zo'n laatste keer heb ik ook nog een goed woord over voor zo'n Van Gulden. En natuurlijk Trudy, wat zullen we ze alle twee missen, die Trudy. En deze man, ach, sentiment, sentiment. Het valt mij moeilijk om te praten. Ik heb een brok in mijn keel. En dan ook met tranen in mijn ogen kondig ik u aan, Trui en Trees. Niemand uit huis, fijn voor de buis. Een avondje en morgen zo blijft iedereen voor thuis. Ik voor de video, camera loopt. Nou, die zit als een huis, meneer Van Gulden. Dat is niet meer open te krijgen. Uw huis is beveiligd voor alles en voor iedereen. Ik krijg geen muis meer binnen. Nou, dat is prachtig, want ik moet er niet aan denken dat mijn safe opengebroken wordt. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Moet u even kijken wat ik er allemaal op aangebracht, meneer. Wij zijn van de superveiligheidsloop, dat begrijp u wel. We krijgen ook geen klachten, alleen van de inbrekers, als ze er niet meer in kunnen, begrijp u wel. Maar wil u mij nou even demonstreren hoe het precies werkt? U krijgt een demonstratie, daar wordt u helemaal niet goed van. Om te beginnen heb ik hier de zogenaamde extra veiligheidssloten. Die zijn superveilig omdat ze dubbel beveiligd zijn. Die lopen van boven naar beneden. Ziet u ze lopen, hè? En beneden zitten ze ook. Dus het is geheel veilig gemaakt omdat ze superveilig zijn en extra veilig dichtgaan. Maar wacht nou eens even, meneer Nox. Als ik nou aan de andere kant ben, hoe krijg ik dan die sloten weer dicht? Daar hebben wij ook aan gedacht, van de firma Nox. Hebben wij ook aan gedacht. Ik heb hier de zogenaamde afstandnokker. De afstandnokker. Wat is dat? Daarmee gaat u, als u weggaat, gaat u door de deur. Achter de deur druk u op de nokker. En de superveiligheidssloten sluiten zich automatisch superveilig dicht. Jongen, dat is geweldig, meneer. Het is een uitdieve uitvinding van mezelf en ik ben er ook erg trots op. Dank u. Ja. Dank u wel. Zeker. Ik ben daar erg trots op. Wie is daar? Spek. Dat zegt me niks. Wie is Spek? Ja, dat is de kok Simon Spekvet. Die kan u wel binnenlaten. Kan die binnengaan, ja. Ja. Dan moet u even wachten, meneer Speklap, want dan haal ik even de sloten eraf, hè. Het is hier namelijk allemaal extra beveiligd. Dus dan moet u even geduld hebben, tot ik het los heb. Maar het is natuurlijk voor de beveiliging, hè? Dat begrijp u wel, hè? Even wachten, ik heb ze bijna los. Ja. Ik zou zeggen, kom u maar binnen, meneer Speklap. Nou, geef niet. Ik vond het wel lekker. Ik vond het wel lekker, dank u. Maar dat klopt toch helemaal niet? Die deur gaat aan de andere kant open. Hoe kan dat nou? Ja, dat is een foutje van mij. Dat heb ik waarschijnlijk de tekening op zijn rug gehouden. Maar dat wordt veranderd. Wordt allemaal veranderd. Wat, op in orde. Wat kom jij eigenlijk doen, Nou, ik heb de veiligheidsloten. Nee, ik heb het tegen die kok, meneer. Wat kom je doen? Nou, meneer Vergul, u zei dat ik uit 1 kilo varkenslappen 40 stokjes aan thee kan maken. Ja. En ik vind de stukjes vlees een beetje klein. Klein? Dat zijn ordinaire hompen, dat kan best een stukje af. Zeg, wacht eens even, heb jij die doperwten nog nageteld? Ja, zeker, meneer Van Gulden. 1 liter blik extra fijn zit om precies te zijn 635 doppertjes. Zo, dat valt tegen. Snij ze maar door midden, hè. Kom voor elkaar, meneer Van Gulden. Okay. Door midden. Natuurlijk.
Moet de andere kant, hij de tekening maar eens op zijn kop. Komt allemaal in orde, het moet allemaal veranderd. Kan ik verder met de demonstratie? Ja, dat wil ik erg graag zien, meneer Nox. Mooi. Stel nou het geval dat een inbreker toch kans heeft gezien om binnen te komen. Dat kan toch niet, dat kan toch niet. Het is toch hermetisch gesloten? Het is ook onvoorstelbaar. Het kan ook niet. Maar stel nou even dat, want wij gaan heel ver met onze beveiliging. Wij beveiligen alles dubbelveilig, begrijp je wel? Oh. Dus stel, er is toch ineens een inbreker binnengekomen. Wat doet u dan? U wordt niet agressief. Oh, nee? Nee, u wordt niet agressief. U zegt gewoon... Ga lekker zitten. Ach, ga toch, heen. Dat zeg je toch niet tegen een inbreker, meneer? Ga lekker zitten, zeg ik tegen hem. We maken even een praatje. U bent even de inbreker. En ik ben even de u. U bent de inbreker en ik ben u. Ga u even lekker zitten. Moet ik gaan zitten? Ja. Zo. Ze gaat je. Dat zeg je toch niet? Opa. Ja, dat is even schitterend natuurlijk, hè. U hoeft ze nou niet omhoog te doen, want het is even ter demonstratie, begrijp je wel. Dus u kunt ze weer rustig naar beneden doen. Het is een patent van ons bedrijf, hoe dit precies werkt, mag ik helaas niet vertellen. Dat is mooi, dat is heel mooi, meneer Nu het volgende. Het kan zijn dat u zegt van nou, ik gebruik liever geen wapens. Nee, daar hou ik ook niet zo van. Ik denk dat u dat zegt, dat u zegt ik gebruik liever geen wapens. Ik hou niet van wapens. Maar hebben wij het volgende opgevonden. Ziet u deze asbak? Ja. Dat lijkt een gewone asbak. Dat is een gewone asbak. Is geen gewone asbak. Allee? Ik geef dadelijk een kwartslag aan de asbak. En u slaat automatisch met stoelen al achterover. Ga ik achterover? Bent u er klaar voor? Dan gaat u. Kwartslag. Hoppa! Meneer, er klopt helemaal niks van die hele instructie van u. Kijk nou wat een zootje. Nee, dat komt allemaal goed. Dat komt allemaal goed. Ja, dat kan u makkelijk zeggen. Dat wordt veranderd allemaal. Dat wordt veranderd. Nou ja, dat hoop ik dan wel. Neem nou het volgende wat ook nog kan gebeuren. Want ik ga het gewoon verder met de demonstratie. Ja. Stel dat de inbreker agressief wordt. Ja. Agressief wordt en u wil aanvallen. Ja. Dat kan ook gebeuren. Wat dan? Wat dan? Daar heb ik het volgende opgevonden. Loop u even mee. Meelopen. Ziet u deze... glazen wand staan. Kogelvrije glazen wand. Ik zie niks. Daar sta ik achter nu. Dat kan u niet zien natuurlijk. Ik zie het niet. Dus de inbreker ziet hem ook niet. Begrijp u wel? Ik sta volkomen veilig. Oh. Geef u mij maar een klap. Kan ik u zo een klap? Natuurlijk is daar achter een kogelvrije glazen wand. Wat kan mij gebeuren? Nou, dan moet u het zelf weten, meneer Nox. Nou, haalt u maar uit. Kijk nou toch eens wat een zootje. Dat klopt helemaal niks. Je hebt die wand weggehaald. Iemand heeft die wand weggehaald. Waar staat die wand, die glazen wand dan? Hier staat die glazen wand. Ziet u nou, dat had mij ook allemaal kunnen gebeuren. Er kan u niks gebeuren als u gewoon zorgt dat die glazen wand op zijn plek blijft staan. Kan er niks gebeuren, begrijp u wel? Ongelooflijk. Maar ja, goed, ik ben al het einde van mijn demonstratie nu. Ik had u graag nog even het boekje willen geven met extra preventie-instructies. Ja. Wat ik zelf heb geschreven, maar het is helaas gestolen, gelijk met mijn wagen. Dus dat kan ik u niet geven, maar ik stuur u dat op. Oh, dat is goed, meneer. Ik zou zeggen, bedankt voor de samenwerking. Het was een plezier. Okay. Het was een feest om met u samen te werken. Dank u wel, dank u wel. Mocht er wel geen, u kan mij altijd bellen. Ik heb toch een telefoon. Ja, bedankt voor de demonstratie, meneer Nox. Meneer Van Gelder, het was een plezier. Dank u wel. Goedenavond. Dag, meneer Nox. Nou, dan zal ik de hele boel op slot doen. Van de Nox-beveiliging, dan kan er mij niks gebeuren. Meneer Van Gelder, hè? Hallo. Ja, ik ben ik het nog even, van de Nox-beveiliging. Kan u nog even open doen misschien? Bent u het, meneer Nox? Ja, ik ben er weer. Ja, dan moet u even wachten, dan moet ik alles er weer afhalen. Ja, begrijpelijk. Ja, dat heb altijd weet wat er moet gebeuren. Maar ogenblikje. Het is voor uw eigen veiligheid. Doet u rustig aan. Ja. Ik ken het systeem. Ja. Komt u maar. Fijn. Ik was mijn tas vergeten. Dank u. Goedenavond. Jammer. Jammer. Nou, ik vond hem toch wel ijzersterk. Zeg, morgenavond ben ik hier niet, hoor. Oh. Dan ben ik in Café De Groene Lantaarn. De Groene Lantaarn? Dat ken ik niet. Is dat ver hier vandaan? Nou, ik denk ongeveer 4 kilometer van hier. Oh. Maar als je opschiet, kun je het in 2 kilometer makkelijk doen, hoor. Oh, oh. Ja, zeker wel.
daar. Ja. Wat is dat voor een envelop? Oh, dat is een brief van mijn vriendin. Ah, mag ik eens kijken? Oh, zeker, natuurlijk. Dat mag wel. Zeg, ja. Er staat helemaal niks in. Nee, dat klopt. We praten al een jaar niet meer met elkaar. Dat ga ik doen. Natuurlijk. Ik had altijd zo'n last, hè, van hoofdpijn als ik 's morgens opstond, hè. Is dat zo? Oh, zo'n hoofdpijn had ik dan 's morgens. Wat een vervelend bericht. Ja, maar ik ben ervoor naar de dokter geweest. Oh? Ja. En wat zei die? Nou, hij zei dat ik 's nachts met een open raam moest gaan slapen. Heb ik vannacht voor de eerste keer gedaan. Mooi. En was vanmorgen je hoofdpijn verdwenen? Nee. Wel mijn kleuren televisie en mijn videorecorder. Oh. Hey, jij bent aan de beurt. Dan maak ik even weer een piekeurtje. Nou, mannen, wat een verdrietige gezichten. Wat is er aan de hand? Mijn vrouw is weggelopen. En jij? Waarvoor kijk jij nou zo verdrietig? De mijne is teruggekomen. Daar. Oh. Ach, meneer. Mag ik u iets vragen? Jawel. Heb ik iets in mijn linkerhand? Nee. Heb ik iets in mijn rechterhand? Ook niet. Hoei. Stijg in mijn broek. Plas. U bent een heel plezierig geproportioneerde juffrouw. Ja. Maar ja, ik word heen en weer geslingerd door ambivalente gevoelens. Nou ben ik weer vrolijk en verdrietig tegelijk. Vrolijk en verdrietig tegelijk? Hoe kan dat nou? Ja. Waarom ben je dan verdrietig? Men heeft mijn nieuwe wagen gestolen. Oh ja, dat is ook niet zo leuk, hè? Nee. Maar waarom ben je dan zo vrolijk? Mijn schoonmoeder zat erin. Ja, zo. Dat was een hele fraaie, dacht ik was zo, hè? Mooie wereld, waar die is de klotsen. Zijn van de prachtige. Dat was een hele mooie, hè? Zeg, nou we het er toch over hebben. Waarover? Heb jij vanmorgen de krant nog gelezen? Ja, natuurlijk heb ik de krant gelezen. Hoezo heb ik de krant gelezen? Heb je toevallig ook de sportpagina bekeken? Die leest ik niet meer. Die leest ik niet meer. Waarom niet? Ik dacht dat je zo'n liefhebber van voetballen was. Was. Heel goed gezegd was, maar tegenwoordig met al die van de laat die tijd. Hoef van mij niet meer de sport. Ik ben daar een beetje op afgeknapt, zal maar zeggen. Vroeger was het heel wat anders. Vroeger? Ja, daar zeg je wat bij, maar tegenwoordig. Och. Als de kleine kril hield ik veel van sport. Maar nou kan het zijn dat ik misselijk word. Als ik nou in de krant over voetbal lees, dan lijkt het meer op een afvalrace. Ik word maar voor de sport uit mijn bed geport. Een voetbaltribune ingestort. Een scheidsrechter met fles bier geraakt. Alleen op het veld wat geen punt gemaakt. Sport, sport, ik noem eens een sport. Waar je niet op de deur in van ieder van wordt. Doe er niet aan als je graag lang leeft. Of als je dood gewoon om je gezondheid geeft. Je rent voor je leven, mooie met hart. Bedacht je aan de behandelend arts. Zelfs de scheidsrechter werkt aan zijn paard. Zwaait ter verkoeling met de gele kaart. Ze fokken je op, spelen je plat. Opeens ben je 40, dan heb je dat gehad. Dan wacht je opnieuw een zware taak. Dan heb je voorgoed de sigarenzaak. Sport, sport, en noem eens een sport. Waar je niet tot de deur in van ieder van wordt. Doe er niet aan als je graag lang leeft. Of als je dood gewoon op je gezondheid geeft. Je wordt als een paard voor geld verkocht. En waar is de tijd dat ik keeper mocht? Daar lag mijn pet en hier lag mijn tas. Dat was het doel waar de baas in was. En zondag speelden we op echt gras. Langs zij stond je vrouw die een meisje was. En maakte je het doelpunt van de week. Dan keek je op ze nog naar je keek. Sport, sport, dat was een sport. Waar je niet op de deur in van ieder van wordt. Nou is er voetballer stamboek vee. En de hele tribune trint met een mail.
was een sport. Het lijkt of het allemaal minder wordt. Weet u meneer wat me schort aan sport? Nou, die glijdt er wel weer in, hè, Trui? Kind, ga je zo lekker. Ik dacht het, hè. Oh, ik heb vannacht zo wonderlijk gedroomd. Oh ja, vertel. Ja. Nou, ik droomde dat ik spiernaakt door een drukke winkelstraat liep met alleen maar een paar schoenen aan. Nou, dan werd je zeker wel nagekeken. Ja, want het waren hele oude schoenen. Toch meemaken. Zeg, Trees. Trui. Ben je eigenlijk nog op dieet? Nee, ik kan het niet. Oh. Ik kan het niet. Ik heb nou zo vaak geprobeerd. Hè. Als ik langs zo'n banketbakkerszaak loop, nou het water loopt uit mijn mond. Hoor. Zo'n punt gaat er bij mij altijd in. Hè. Ja, nou ik snap helemaal niet meer hoor. Ach, gewoon. Nee, ik eet alleen nog af en toe een ongevulde koek. Hè. Ja, daar moet je van houden, vind ik. Hè. Daar moet je van houden. Weet je wat jij nou nog eens zou moeten proberen? Nou. Een stoombad. Oh, dat is niks voor mij. Heb ik één keer gedaan. Oh, nee. Oh, nee? Oh, dat is niks voor mij. Ik had het adresje van iemand gekregen, hè. Uh-huh. Dus ik erheen. Ik kom daar binnen. Nou, ik kon geen hand voor ogen zien van de stoom. Ja, maar dat hoort ook zo. Ja, dat weet ik wel, maar ik kleed me dus helemaal uit. Ja. Ik ga op een bankje zitten, trek ineens de stoom op, zit ik midden in een patatzaak. Ja, dames en heren, dan gaan wij nu over tot het velen van een aantal kostbare kunstvoorwerpen. Ik heb daartoe twee experts uitgenodigd. Welkom, mijn heren, die daarbij enkele kanttekeningen zullen plaatsen. Het eerste voorwerp, nummer 7 uit de catalogus, is werkelijk een prachtig beeldje. Het dateert uit de 15e eeuw en heeft nog toebehoord aan de privécollectie van Lodewijk de 15e. Collega, wilt u dit beeldje ook even van dichtbij bekijken? Duidelijk Louis XV, duidelijk Louis XV. Jawel. Schitterend. Volgens mij 1645. Ja. Denkt u ook, mijn collega? Oh. 1645. Is het alweer zo laat? Ik ga verrekt snel, zeg. Wat pleurig is die stil blijven staan. Hoeveel? 1645. Godverdorie, 1645, ja. Check. Maar ik bedoel, dit prachtige beeldje uit de verzameling van Louis XV. Ach. Zou u het even van dichtbij willen bekijken? Maar natuurlijk. Het ziet er heel mooi uit. Ja, ik ga... Yes. Ik vind het heel vreselijk. Ja. Maar ja. Het is gelukkig, hoog verzekerd. Het is gelukkig hoog verzekerd. Dit kunstvoorwerp kan dus niet meer geveild worden. Het kan niet meer geveild worden. Jawel, het ligt in de hoek. Dan gaan we nu over naar het volgende voorwerp. Werkelijk een prachtig stuk antiek. U ziet hier een uurwerk gemaakt door de beroemde Zwitserse horlogemaker Siegfried Hohenthal. Het is werkelijk een pronkstuk. Meneer, zou u dit ook even van dichtbij willen bekijken en uw suggesties geven? Hele vroege Hohenthal. Welke tijd dacht u? 1735. Ja. Denkt u ook niet, collega? Oh. 1735. 1735 alweer, de tijd vliegt, hè? Je doet weer niet gelijk. 17 wat? 35. 35. Jack. Ik bedoel dit kostbare uurwerk van Siegfried von Hohenthal. Ach, hoe is het met zijn moeder? Vindt u dit een uniek exemplaar? Zeker. Het loopt zelfs nog. Mag ik dit even van dichtbij bekijken? Ja, graag. Het is een oudje. Het is een oudje, dat zie je zo. Ja. Oh.
Ik vind dit heel erg. Maar ja. Ja. Christelijk. Maar ja. Het uurwerk is... Het uurwerk... Werk... Juist, ja. Dit voorwerp kan dus ook niet meer geveild worden. Maar ja, het kunstwerk is gelukkig hoog verzekerd. Oh. Het is gelukkig hoog verzekerd. Mooi. Nee. Ja, dan gaan wij maar vlug door naar het volgende voorwerp. Numero 777 uit de catalogus. Een werkelijk prachtig instrument. Ik heb het over een echte Stradivarius. Zou u dit prachtige instrument, dit geweldige handwerk, ook eens willen bekijken? Een echte Stradivarius. Uniek. Wat een klank, wat een klank. Voor iedere kuiper. Zo. Dat was een van de laatste exemplaren. Ja, er vliegen er nog genoeg rond, hoor. Dit is werkelijk heel bedroevend. Maar ja, hij was gelukkig hoog verzekerd. Was hoog verzekerd. Oh. Dit voorwerp kan dus ook niet meer geveild worden. Kan niet meer geveild worden. Waarom niet? Yes. Dames en heren, dan gaan wij nu door naar het pronkstuk van onze veiling. Een werkelijk prachtige vaas. Een zeer kostbaar kunstwerk. Een baksel dat toch dateert uit de Chinese Ming-periode. Collega, zou u dit brok schoonheid willen bekijken? Ik moet dat even van dichtbij bezien. Het is werkelijk een onbetaalbaar kunstvoorwerp. Hier schieten woorden tekort. Begrijp. Wat een penseelvoering, wat een... Heel. Vindt u het ook niet heel uniek, die Chinese vaas uit de Ming-periode? Mag ik dat even van dichtbij gaan bekijken? Nee, blijf u alsjeblieft zitten. Oh. Oh ja, ik kan het hier vandaan ook wel zien. Ja. Nee. Ming, vaas... De veilingmeester is onwel geworden. Oh, ja. Waarschijnlijk hoogverzekerd. Piet, ik moet je iets zeggen. Wat nou weer? Drank maakt jou extra sexy, weet je wel. Ach, schuit dan uit, ik heb helemaal niet gedronken. Nee, maar ik wel. Alsjeblieft, meneer Lucas, hè? Ho, ho, ho! Meneer Lucas is weer te ontvangen vanavond. Ja! Zo, zo, ja. Maar doe best. Nee, we hebben nog zin in. Ja, ik... Ja, helemaal. Kijk eens, Harry, een lekker biertje voor je. Dankjewel. Hoe is nou? Nou, Trudy, het houdt niet over. Is het zo? Ja, ik kom net van de dokter vandaan. Hij heeft me onderzocht, maar ik kon niks vinden. Waarom jij naar bed? Het kwam van de drank, zei hij. En wat heb je toegezegd? Dat ik wel terug zou komen als hij weer nuchter was. Hé, scheel dan een haartje, hè? Nou, lijkt wel een end weg. Zeg, mijn vrouw die kwam vanmiddag toch zo vrolijk thuis. Die was naar de tandarts geweest. Maar waarom was ze dan zo vrolijk? Die tandarts was met vakantie.
Ik ben zelf met vakantie geweest naar Rome. Ach, mooi. Samen met, hoe heet ze, met dingetje? Bertha. Bertha, mijn vrouw. Zijn we naar Rome geweest? Ik heb hier nog een foto van de vakantie. Okay. Kijk, hier staat Bertha voor het beroemde Colosseum. Ziet er niet zo best uit. Nee, dat komt, ze was die avond daarvoor een beetje doorgezakt. Nee, ik bedoel dat gebouw. Nou, dat is het beroemde Colosseum. Ja, ja, mooi. En op de terugweg zijn we over Zwitserland gereden. Ach, ben je nog op de Jungfrau geweest? Nee, ze was niet thuis. Jij bent aan de beurt. Elke avond doe ik trouw op tijd mijn rondje door het park, om het plein, langs het industrieterrein. Elke avond ga ik even met mijn hondje langs de gracht tot de brug, langs de overkant terug. Vaste plek, hij en ik, bij de bomen binnenplantsoen. Zonder hondje zou ik niet weten wat te doen. Ik zou niet weten wat ik er nu na al die jaren moest beginnen. Want dan komen we langs het feestpaleis en trekt hij me naar binnen. Trouwbeest, elke avond doe ik braaf op tijd mijn rondje door het park, om het plein, langs het industrieterrein. Elke avond ga ik even met mijn hondje langs de gracht tot de brug, langs de overkant terug. En we wandelen van het feestpaleis tot aan de tempelier. Want mijn hondje, dat is stapelgek op hier. Braaf dier, sla geen avond met hem over, ook al is het vinnig koud. Want het geeft een warm gevoel als je van zo'n beestje houdt. Elke avond geven hij en ik een rondje bij het park, aan het plein, bij het industrieterrein. Elke avond ga ik hikkend met mijn hondje langs de gracht tot de brug, langs de overkant terug. Hij en ik, vaste prik, langs de bomen in het plantsoen. Zonder hondje, zonder hondje, zonder hondje zou ik er heel lang over doen.